Het is vrijdag, dat wil ik maar één ding zeggen: het is Foundation Friday, of course. Sorry, ik heb vorige week gemist. Ik heb vandaag een heleboel foundations gehaald bij de Hema. Op Foundation Friday testen we verschillende soorten foundation. En hopelijk zit er iets bij voor jullie. Laten we gewoon met de eerste beginnen. Here's the receipt: Terwijl jullie mooi in de zon zitten, zat ik gewoon in een Hema foundation en vooral testers aan het zoeken. Die, yeah, whatever. Ik heb dus drie verschillende foundations mee en één concealer. Pray for me. Ik denk echt dat dat gewoon... I don't know. Ik weet niet wat ik moet denken. Ik weet niet meer wat ik moet denken. Oh, let's check it out. We gaan beginnen met de cheapste van de hoop, denk ik. Radiant. Radiant skin tint. Ah, oh, there's a star in there. Er zijn verschillende sterren zelfs. Die radiant skin tint uh, in de kleur 4 kost 3 euro. 3 euro. Een foundation voor 3 euro. Ik hoop dat mijn juiste kleur is, want zoals in de meeste, sorry om het te zeggen, maar goedkope, cheap ass winkels. Waren er bekagentesters testers te vinden? Hemalier Fix Yourself. Lichtgewicht, textuur die aanvoelt als een crème. Verrijkt met iets uh, voor een egale en stralende tijd. Met antivervuilende werking. How kan iets dat je op je huid ligt like, minder vervuilend zijn ofzo. We all know, make-up gaat nooit je huid verbeteren. Tenzij dat het een beetje moisturizing is, dan it's a little bit moisturizing, you know. But you have to clean your face. Je moet je gezicht wassen voordat je in bed kruipt. Ik heb het gisteren nog niet gedaan, maar daarnet wel. Ah, let's just put it on, hè? Het ziet er zo uit als een soort van peachy roze kleur. Ik ben heel beige, heel neutraal. En mijn ex zie je dat. in mijn gezicht, ben ik ietsje geler. Ik ga dat gewoon met mijn vingers doen. Kan ga deze aan de ene kant testen. We gaan... We gaan maar niet te veel beginnen, want ik ken dat. Gewoon een paar druppels hier en daar, of een paar stempels, oh, hoe dat je dat ook noemt, een paar stipjes. En we gaan dat gewoon uitwrijven. Ruikt naar niks. Wat kunnen we verwachten voor 3 euro? Let's zo een beetje meer, want ik zie het niet. Het is vooral very moisturizing, dat is het eerste dat ik zie. Dus er zit heel veel, er zit heel veel glans in. Wat ik op zich niet zo erg vind, want because I love uh, moisturizing my face. Spiegel. Ik zie gewoon heel veel glans. Ik zie niet dat er heel veel veranderd is aan mijn huid. Als je het nog wat afpoedert, is deze op zich een foundation dat je wel kunt dragen om naar school te gaan. Ofzo. Of zo. als je een job hebt waar je geen, geen foundation mocht dragen. Het ziet er ook niet uit als foundation. Het ziet er gewoon uit alsof dat gewoon glycerin is. Dat is het tweede ingrediënt dat ik tegenkwam op de lijst. Dus ik denk dat er heel veel glycerine in zit. Dat is hetgeen dat je ziet die zo aan het glanzen is. Dat is niet per se een slecht ding, by the way. Maar. Uh... Heeft een heel klein beetje mijn roodheid weggehaald in mijn huid. Weghaal gehaald in mijn huid. De tweede foundation is de Natural Skin Foundation, Light to Medium Coverage. Dus hier zou meer dekking in zitten. Let's hope so, Dus dat is waar we meestal op hopen. Voor onze huid er wat een beetje beter te laten uitzien en niet gewoon glanzend. Uh, maar het Het doet wat het zegt. Niet veel. Die Natural Skin Foundation die komt op 4,75 Dat eh? <laughs> no is wel een euro 75 meer dan de vorige. En ik heb hier de kleur 03. Geen tester te vinden. Die is wel serieus wat beige of zo. Dus veel neutraler. Met een klein beetje een licht geel beige ondertoon. Dat ziet er ook gewoon veel te licht uit. Hoe raakt hem? Naar niks. Again. Deze kant even proberen. Gewoon ook weer een paar stippels. Dus hier merkt u wel dat er keer veel meer coverage in zit. Er staat op lichtwichte textuur, verrijkt met aloe vera. Uh, shit, ik ben echt blind. Yeah, 41 is paying its tolle. Eh? olie en vitamine E. Lichte tot medium dekking voor een natuurlijke look zonder parfum. Oké. Okay. Je ziet dat er keer veel meer coverage in zit, which I kinda like. Ja, je ziet wel duidelijk verschil tussen hier. Like, ultra natural. Casper, the friendly ghost. Ik weet al dat die foundation veel te licht is en dat dat niet zo heel flatterend is. Testers, Hema, testers. The fuck? Again, heel veel glans vind ik niet erg. Had ook maken dat hem er niet direct te droog uitziet. It's logic, people. Logic. Als je zo'n drogere plekken zit of zo, dan, dan begint hem een beetje raarder te zien. Een beetje te ziften of zo. Ik heb er weinig over te zeggen, buiten dat ik die hof waarschijnlijk nooit niet zou gebruiken op een klant. Puur omdat ik vind de coverage is zo net iets te weinig. Ik vind het niet genoeg precies. Maar het is ook de verkeerde kleur, dus ik kan niet meer gaan toevoegen, want dan ga ik helemaal een blad papier zijn. Ik vind ook dat hier en daar, dan zie je zo dat, dat mijn huid. Ay, mijn huid komt er terug door. We don't want that, hey. Ik merk wel dat als ik zo wat aankwam aan de foundation, zag je direct terug wat plekken zie verschijnen. Dus qua hechting, ik vind het hem iets minder goed hecht of zo. Ik kon deze gewoon even verwijderen. Wat denkt u trouwens van Mascara Monday? Ik heb echt like non-existing lashes. Ik heb echt geen wimpers. Ik weet niet, meer. can you see them? Echt zo kleine wimpertjes, denk ik dat, dat ik er hier van onder zelfs geen staan heb. Like misschien eentje of zo. Dus dacht, misschien is dat een goede challenge. Oké, okay, let's talk about deze. Ik weet dat jullie dat hoogstens niet kunnen zien, maar die dop hangt eindelijk vol. Dat hangt echt zo, er hangt echt zo foundation plekken en zo op. Ik vind het echt gewoon gross. Deze heet Perfect Skin Foundation, met, niac met, met niacinamide. Niacinamide, nee? Niacinamide. Met niacinamide en vitamin C. Die is seal. dus dat dingetje hier is wel al gebroken. Maar er is nog niks uitgekomen uit het klein gaatje. Ah, oh, dat is ook heel licht. Dit is duidelijk wel echt een foundation. Er zit ook meer coverage in. Zoals dat je ziet. Het is weer Casper the Friendly Ghost. Het is echt veel te licht. It's really white, hè? Ik heb het gevoel dat ik deze niet met mijn vingers kan aanbrengen. Dus ik ga even een borstel erbij pakken. Uh, deze is iets. Je glanst, nog, je glanst nog altijd. Maar dat kan ook wel mijn skincare zijn die eronder zit. Maar die matteert wel vrij snel. Dus hier zie ik eigenlijk dat hem echt wel al direct wat, wat droger wordt. Dus dit is een foundation die iets matter is. Dat is de reden dat ik ook een kwast neem. Een foundation die meer hydraterend is en die echt wel meer glans bevat, fuck amai. Die hadden gewoon meer kunnen ja, open smeren, gewoon met de vingers, zoals een skincare en mooi inwerken in de huid, je kunt dat gewoon met de handen doen. Op het moment dat een foundation echt veel meer coverage heeft en oh, ik mag het niet in die monitor zien, de, echt waar, life passes by, zo kon ik er waarschijnlijk uitzien als ik doodzin. Maar een foundation die matter is, ja, dan moet je gewoon met een kwast aanbrengen. Deuze zucht erover. Hè, kom. Ja, het is gewoon nog lichter aan mijn hals. Het dekt eigenlijk wel savan Ik kan er niet over kijken als dat zo'n foute kleur is. Ja, en is heel mat. En voor mijn huid persoonlijk vind ik dat iets minder. Omdat je eigenlijk die poriën en zo dan meer begint te zien. Als dat zo wat droger is. But it's like thick. It's thick. Als matte foundations, als ik dat gebruik, moet het echt eentje zijn die echt opbouwbaar is. Dat ik echt, echt goed kan kiezen. Dan deze is wel direct zo van into your face. Ik kan die concealer proberen. Dit is, dit is de CC Stick Color Corrector. Denk dat ik dat over heel mijn gezicht gewoon mogen smeren. De prijs is 4,75 en dat is deze. Voilà, dat is zo een soort van wasco, noem ik dat. En het is zo echt rozig, dus dat gaat wel goed zijn voor. Ja, ik moet echt veel product gebruiken voordat er iets vanaf komt. Ja, Het heeft wel iets gedaan, hè? Oeh, oeh, oeh. Dat is mijn imitatie van een spook. Ja, goed. Ik heb deze echt met mijn eigen geld betaald voor de duizendste keer. Voilà. dat is het resultaat zonder dat ik het afwerk. Hier op die plaatsen waar ik eindelijk normaal zo wat afpoeder. Ik kan ook nog wat bronzing aanbrengen. We gaan straks terug een podcast opnemen met volle gas. By the way, gaat dat checken op. YouTube, volg als podcast. Had dat checken op YouTube of op Spotify. En ik dacht gewoon, ik kan die foundation laten zitten. Maar ik weet het niet. Ik denk dat het echt te licht is. Dus deze is zonder poeder, zonder bronzer. En deze is met bronzer. Ja, je bent er gewoon keihard te zien. Je begint dat gewoon keer te zien dat ik dingen aan heb. Dat ik foundation aan heb. De foundation zelf is heel droog. Het feit dat die al mat is. En ik gebruik altijd wel een beetje settingpoeder om het geheel gewoon vast te zetten. Zodat het niet van mijn gezicht afloopt tijdens een dag. ligt er echt zo wat op. Maar dat is typerend voor een foundation die misschien iets matter is. Sommige mensen met een hele oily skin zullen daar wel goed mee zijn. Dus... Ik wil niet zeggen dat deze per se een slechte foundation is. Maar, per, maar voor mij persoonlijk, nee, voor mij persoonlijk niet. Gewoon die textuur. Ik zie het gewoon. Dood, leven. Dood. Als je zodanig veel poeder moet opdoen om de kleuren te gaan corrigeren, dan ziet het er gewoon uit. Uh, gelijk de fucking vloer op zillion back in the 90s. Powder. Everywhere. En dan wordt het gewoon heel droog. Maar goed, anyway. Dus de Radiant Skin Tint. Ja, het is letterlijk gewoon een beetje glans met een mini-mini beetje. Ik vind het als geen BB cream of zo. Um, als je echt een hele goede huid hebt, sava. En sava, sava. De ingrediënten, heb ik ook gecheckt, die zijn eigenlijk ook wel sava. Dus voor dat geldt, It's okay, maar zou ik het gebruiken? Nee. De Natural Skin Foundation dat was niet super slecht. Ik vond dat die zo wat los kwam. Of was dat weer een deze? Ik weet het al niet meer. De Perfect Skin Foundation. Eh, wel, ik kon een deze wel een oké okay geven. Puur omdat ik vind als mensen met een Iets oilier skin, dus met een vette huid. Die kunnen met een deze wel goed wegkomen. Ik zou dat niet doen, gaat dat bij mij direct zien. Zeg dus gewoon dat je een Hema vindt die wel effectief testers liggen heeft, want anders belanden gewoon met de yeah, white face. Ik heb het gevoel dat mijn foundation van de kruidvat eindelijk beter was. Sorry, Hema. Dat was voor vandaag. Zijn er mensen die ook foundations gebruiken van de Hema? Tell me. Ach, ik weet het is niet heel duidelijk, maar ja, kijk, sometimes life is not duidelijk. Goed, dank je om te kijken. Tot snel. Ciao.